Mijn naam is Mirjam Coret. Ik heb de afgelopen jaren bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam het veranderingsproces begeleid. Medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam werken dagelijks aan de bedoeling ieder kind veilig. En zij leren daarin. Dit videocollege gaat over de vragen: hoe kunnen interne auditors dit leren ondersteunen? En hoe kunnen zij hun inzichten delen met betrokken medewerkers? Hallo, ik ben Hein Dekker en ik werk voor een certificerende instelling. Als auditor ben ik betrokken bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De eerste vraag die wij onszelf gesteld hebben is: wat onderzoeken wij nu eigenlijk en waarom doen wij dat? Certificering is oorspronkelijk ontstaan omdat de afnemer zekerheid wilde hebben over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de leverancier. Er zijn eisen opgesteld waar de leverancier aan zou moeten voldoen en die zijn de norm geworden. Een derde partij, de certificerende instelling, toetst vervolgens of aan de norm voldaan is. Wanneer het belang van die certificering maar groot genoeg is, dan richt de organisatie zich vanzelf op het voldoen aan die norm. Je krijgt wat je vraagt. Wij zien hierin twee weeffouten. 1. Het risico bestaat dat het voldoen aan de norm het belangrijkste doel wordt, in plaats van goede dienstverlening aan de eindgebruiker. Zeker daar waar de eindgebruiker en financier op enige afstand van elkaar staan, komen we dat in de praktijk nog wel eens tegen. De tweede consequentie is dat je hooguit zichtbaar maakt of een organisatie voldoet aan de norm. Het blijft voor de eindgebruiker onduidelijk hoe goed de organisatie en haar dienstverlening daadwerkelijk is. Ik zeg altijd: als je voldoet aan de norm, krijg je je rijbewijs, maar wat mensen echt willen weten is: hoe goed kun je nu eigenlijk rijden? Deze dia laat twee contrasterende zorgorganisaties zien. Beide zouden ze kunnen voldoen aan de norm. Wat onderscheidend is, is wat ze willen betekenen voor hun klanten. Als je zorg nodig hebt, wil je dat natuurlijk weten. Door klantbeloften te formuleren, kun je dat duidelijk maken. Wij zien het als onze rol om zichtbaar te maken in hoeverre het lukt om die klantbeloften en afspraken waar te maken. Ik vond het persoonlijk tenenkrommend als een auditor vroeg naar het opleidingsplan. Ik zag de medewerker als zenuwachtig heen en weer schuiven op haar stoel omdat er geen opleidingsplan is. De keer daarop heeft ze die klaar liggen. Je krijgt wat je vraagt. Zo ontstaat een papieren werkelijkheid. Waar men dan naar voorbij gaat is dat het opleidingsplan niet is waar het om gaat. Waar het om gaat is hoe je mensen in hun ontwikkeling stimuleert en hoe je de bijdrage daarvan monitort. Het is dus zaak om de vraag anders te richten, waardoor je een antwoord krijgt die veel meer inzicht geeft in de daadwerkelijke prestaties. Verander je de vragen, dan verander je de inhoud van het gesprek. We hebben daarvoor wel wat moeten bewegen, want het denken in termen van conformiteit, het voldoen aan de norm, het protocol, wet en regelgeving, zit heel diep. Gelukkig doet Wouter Hart met zijn verdraaide organisaties heel goed werk, waardoor steeds meer organisaties teruggaan naar hun bedoeling. Om beide weeffouten te elimineren, hebben we kwaliteit opnieuw moeten definiëren. Het bestaansrecht van een organisatie komt enkel en alleen voort uit de waardecreatie. Wat voeg je nou toe voor de klant, de opdrachtgever en voor de samenleving? Papieren kwaliteit is passé. De beleving van waardecreatie moet zich vertalen in ieder contact. Wij noemen dat klantwaarde. Door zo te kijken naar kwaliteit ontstaan de juiste vragen. Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft een moeilijke periode gekend. In 2008 was er een enorme crisis en stond ze zowel onder curatele als onder toezicht van de inspectie. Als gevolg daarvan is het roer radicaal omgegaan. Ze is teruggegaan naar de kern van haar opdracht en heeft die krachtig weten te formuleren. Ieder kind blijvend veilig. De opdracht waar de organisatie voor stond was om iedereen die bij de organisatie betrokken is te laten werken vanuit die bedoeling. De uitdaging daarbij is om je niet af te laten leiden van het beroep dat je omgeving op je doet. Een sterke overtuiging binnen jeugdbescherming is: we doen alleen het waardewerk. Alleen datgene wat bijdraagt aan ieder kind blijvend veilig. Ja, en dan kom je aan als certificeerder. Nu hadden we elkaar vrij snel gevonden. Het is immers onze bedoeling om kwaliteit zichtbaar te maken. Kwaliteit is geen inspanningsverplichting, maar een resultaatverplichting. Het gaat er ons dus om in welke mate dan lukt om ieder kind blijvend veilig te krijgen. Een missie moet dus niet alleen inspirerend en resultaatgericht zijn, maar ook zelfreinigend werken. De eerste vraag die wij kregen was om de eigen medewerkers te trainen in onze manier van vragen stellen. In ons jargon heet dat interne audits. Nu zijn de medewerkers van jeugdbescherming uitermate sterk in het voeren van een goed gesprek, maar het nadenken over hoe je het effect van je handelen kunt monitoren was nog geen gemeengoed. Hoewel de organisatie nog altijd wel wil weten in hoeverre er wordt gewerkt conform de afspraken, de methode trouw, bleek dat niet is waar ieder professional warm van wordt. Die wil vooral van betekenis kunnen zijn voor de gezinnen en voor de kinderen.
In de praktijk wil de gezinsmanager het gezin helpen. Waar de gezinsmanager er snel van overtuigd kan zijn dat de relatie goed genoeg is om mee verder te gaan, vraagt de discipline om dat ook daadwerkelijk te borgen voordat je verder gaat. Ik hoop dat inmiddels duidelijk is geworden dat jeugdbescherming een belangrijke stap heeft gemaakt door hun bestaansrecht zo krachtig en resultaatgericht te formuleren. Ieder kind blijvend veilig. Tijdens een van de audits hebben we wel eens opgemerkt dat de missie in de haarvaten van de organisatie zit. Dat is ook zo en daar ligt ook de kracht. In de praktijk is het natuurlijk de uitdaging om ook echt voortdurend te spiegelen aan dat kader. Je staat niet dagelijks stil bij de vraag: wanneer is het goed? Wat mag ik verwachten? Op de momenten waarop je met elkaar de casuïstiek bespreekt, worden die vragen juist wel gesteld. Hoe lang blijf je wachten op een geschikte woning voor een gezin? Of wat doe je als de training die de ouders nodig hebben niet meer beschikbaar is? Met andere woorden, wanneer grijp je in? Doorbreek je het systeem of escaleer je een kwestie waarmee deze in een breder verband wordt getrokken? Ook dat is voor de professionals die het graag zelf willen oplossen nog wel eens een uitdaging. Het stellen van de juiste vragen brengt focus, zoveel is duidelijk. Het zoeken naar de juiste vragen blijkt echter nog niet altijd zo makkelijk te zijn. Waar we de medewerkers getraind hadden om naar het effect van handelen te kijken en bijvoorbeeld best practices te verzamelen, was het nog niet zo eenvoudig om tot een goede opdrachtformulering te komen. Een intern onderzoek naar de effectiviteit, doet iets wat het moet doen, krijgt veel meer focus door een goede opdrachtformulering. Als duidelijk is wat het effect moet zijn, dan kun je antwoord geven met ja, nee of gedeeltelijk. Voor de onderzoeker geeft dat focus, want die kan pas stoppen met onderzoeken als je met de juiste onderbouwing antwoord kunt geven op de onderzoeksvraag. Inmiddels heeft jeugdbescherming een aantal kernvragen geïntroduceerd die helpen om focus te houden bij het bespreken van de casuïstiek. Met deze vragen komt men eerder bij de kern, ligt het accent op de veiligheid en komen de patronen van het gezin in beeld. We zien gelukkig dat steeds meer organisaties hun bedoeling krachtig en resultaatgericht formuleren. Als we het voorbeeld nemen van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs, dan financiert zij onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Dat is waar ze wettelijk toe zijn aangewezen. Wat ze daaraan toegevoegd hebben in hun missie is goed onderwijs mogelijk maken. Als het gaat om financiering, dan hebben we het vooral over de juistheid en tijdigheid ervan, het juiste bedrag op tijd overgemaakt. Maar als we het hebben over goed onderwijs mogelijk maken, dan opent zich een geheel nieuwe wereld. De samenleving heeft namelijk niet zoveel met de vraag of onderwijsinstellingen en onderwijsvolgers op de juiste tijd de juiste hoeveelheid geld hebben gekregen, maar die wil vooral weten of het goed besteed geld is geweest. Goed onderwijs mogelijk maken prikkelt om ook die vraag beantwoord te krijgen. Het geeft meerwaarde en bestaansrecht aan een organisatie als hij in staat is om haar kwaliteit zichtbaar te maken. Uitkeringen verstrekken is immers een ambacht dat door veel meer organisaties wordt beheerst. Conclusies. Kwaliteit is een leerervaring. Organisaties komen verder door vragen te stellen die voortkomen vanuit hun bedoeling. Door het waarom van de organisatie centraal te stellen, kun je morgen beginnen met het aanbrengen van focus. In de praktijk betekent dit dat je wat vaker hardop de vraag stelt: draagt wat ik nu ga doen bij aan wat ik daadwerkelijk wil bereiken?